Open VLD wil tegen het jaar 2020 een loonlastenverlaging van 5 miljard euro voor de werkgevers en een belastingverlaging ook van 5 miljard euro voor de werknemers. De partij heeft vandaag haar toekomstverklaring voorgesteld, die de nieuwe ideologische principes van de partij omvat. Wat er nog in staat, de overheid moet slanker, het principe van anciëniteit in de job moet voor iedereen worden afgeschaft en bijklussen moet zo goed als belastingvrij kunnen. Goede de Vrooy. We leven in een geweldige tijd. Ja, u ziet het, een geweldige tijd. Optimistisch zijn ze altijd bij Open VLD. De toekomst lacht ons toe, al hebben we volgens de liberalen wel last van te veel overheid. Het overheidsbeslag van 54,8% moet tegen 2020 met 5% dalen. Wij doen een oproep, een pact willen we sluiten. Het zijn samenvallende verkiezingen. En als we de kosten van onze overheid omlaag willen krijgen, dan doe je dat met alle overheden samen. Dat moet dus lukken en wij willen 5% minder overheidsbeslag, zodat we terug onder die 50% zitten. Dat kan door onder andere Belgacom te privatiseren en ook in openbaar vervoer en zorg meer privé-initiatief toe te laten. Vandaag zijn er wachtlijsten en dat is echt een schande. We denken dat we dat kunnen oplossen door meer helpende handen toe te laten en daar meer vrij initiatief mogelijk te maken. De overheidsuitgaven mogen niet meer stijgen dan de index. Zo komt er geld vrij voor een lastenverlaging. 5 miljard loonlastenverlaging voor bedrijven en 5 miljard belastingvermindering voor werknemers. Ja, wij stellen 2 tarieven voor. Hè. Vandaag heb je er 5. We willen dat veel eenvoudiger maken. Een belastingvrije som 25% en een maximum van 45%. Wij vinden dat je nooit meer dan de helft van je inkomen moet afgeven aan de overheid. Bijklussen moet kunnen, zo goed als belastingvrij. Bijvoorbeeld bijlesgeven of kleine klussen in huis. Wat wij voorstellen is als mensen elkaar helpen, dat dat kan tot een bedrag van 500 euro per maand maximaal en dat op een heel eenvoudige manier kan en dat dat eigenlijk wit wordt wat vroeger zwart was. De nieuwe principes van Open VLD moeten op een congres later deze maand nog goedgekeurd worden.